Dag beste luisteraars en welkom bij aflevering 38 van de Movies Podcast. Sommigen onder jullie zullen gemerkt hebben dat we vorige week nog onze vorige aflevering hebben opgenomen. Normaal duurt het iets langer eer dat we dan terug zijn, maar nu moesten we een uitzondering maken. Namelijk dit afgelopen weekend speelde in Kinepolis de avant-première van Bad Boys for Life. Goedendag, ik ben Adil. En ik ben Bilal. En wij zijn de regisseurs van Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Vandaar de podcast begon om spoilervrij te houden, zodat we niks verknallen voor iemand. Maar dan kunnen we jullie toch al op de hoogte brengen van wat er een beetje te wachten staat. Ja, over knallen gesproken. Heel deze film gaat eigenlijk over knallen. Hè. Het is echt... It starts with a bang, met in een gevangenis, dat er iemand ontsnapt. Vrij gruwelijk zelfs, van een Bad Boys film. Alhoewel dat deel 2 ook al wel wat van die dingen had. En het stopt niet. Ik vind het echt een actiefilm per se, eigenlijk. Ja. Ja, die iemand dat ontsnapt heeft het gemunt op Mike Lowrey. En Mike Lowrey die wil er nog eens goed tegenaan gaan met zijn PIC, de Marcus... Burnett. Ja, Burnett denkt meer als een pensioen en ziet het zo niet zitten. Maar uiteindelijk, Bad Boys for Life, dus ze gaan er nog eens met twee voor. En, ja. Ja, het verschil in fysiek is ook enorm. Will Smith ziet er nog exact uit zoals Bad Boys 1. Ja, we zijn alle drie straight men, maar ik denk dat we kunnen toegeven dat die mensen nog ontzettend goed uitzien. Ja, maar dat is toch echt zot. Die is precies ingevrozen geweest. Ja. Ik vraag me af voor Gemini Man. Ze hebben die dan verjongd. Dat was helemaal niet nodig, hè? Nee, het is blijkbaar gewoon... ze hebben die dan gewoon helemaal glad geschoren. Ja. Dus ze hebben daar niks voor 3D al pas moeten laten komen. Martin Lawrence, ja, ziet er wel uit. Zijn leeftijd gewoon, hè, ja. Ja, het contrast tussen de twee kan niet veel groter zijn, maar het past uiteraard in het verhaal van de film, dus dat is wel clever. Er is over alles nagedacht. Ja. Ja, het is echt... Onze twee boys doen dat echt heel goed, hè. Je merkt ook dat er veel plezier was tijdens die film. Dat spat gewoon van het scherm. En ik denk ook dat je dat niet kunt doen zonder liefde voor het thema. Ja. Nee, ja. Ah, ja. Nee, inderdaad. En er zaten zelfs verwijzingen naar Antwerpen en zo. Ik weet niet wat Golle dat hebt gezien. Ja, natuurlijk. De Zillion. Ja, wel. Dat is niet echt een spoiler. Dat is gewoon zalig. De Zillion, dat is toch knap dat die zo'n eigen inbreng er hebben ingestoken. Wij snappen dat. Niemand anders ter wereld snapt dat. Wij wel. En dat is toch leuk voor ons. Ik zat in de Kinepolis Antwerpen en ik was de enige dat wat chuckelde toen ik dat zeg. Ah, serieus? Ja. Maar toch, dat vind ik echt knap. Toch de liefde voor het vaderland erin steken. Ja, nu over de liefde gesproken. Dat is ook wel een beetje een passieproject van Will Smith, denk ik. Die wil dat deze film al zeer lang gemaakt wordt. 17 jaar. 17 jaar, ja. En hij en Martin Lawrence hebben natuurlijk wel die klik. That's what I like, teamwork. Dat is... Want ik vond Bad Boys 2 vond ik niet zo schitterend. Maar dankjewel. De chemistry tussen de twee is er nog wel. En dat is natuurlijk wel dat die film... Hey, waar die films voor mij toch deels zo goed maken. En je ziet inderdaad dat ze genieten daarvan. Hè. Ik weet niet, ze zullen Adil en Bilal ook wel iets mee te maken hebben gehad, maar... Ja, het gaat ook wel. Ja, de chemistry, dat kun je als regisseur bijna gaan doen, buiten een goede casting. Hè. En in dit geval was dat al rond. Hè. Dus ze wisten al, die twee gaan het zijn. Ja. En Will Smith heeft het ook geproduced, hè? Ja, mee, onder andere. Ja. 9 producers of zo. Ja, Jerry Bruckheimer, Don Simpson... Voilà, Don Simpson is al een jaar of 20, 25 dood, denk maar ik. Toch staat hij nog steeds op het logo. Maar dat wil toch zeggen dat Will Smith veel meer te zeggen heeft dan een gewone hoofdrolspeler. Hij heeft meer de touwtjes wat in handen. En hij blijkbaar ook zelf nu pas een go gegeven voor de film te maken, omdat er nu pas een script was, dat hem echt ook zoiets had van, deze is een goeie script... En dat vind ik ook wel chic. En het klopt ook. Hè. Het was een goede script voor een actiefilm. Het is een beter verhaal dan de gemiddelde actiefilm. Ja. Dan de voorgaande twee Bad Boys films. Ik vond het echt wel een niveau hoger. Ja, voor mij gaat het gewoon crescendo. Ik vond Bad Boys 1, ik heb die nu voor de eerste keer gezien. En ik vond die eigenlijk niet zo goed. Ondanks zijn leeftijd. Ik vond Bad Boys 2 al iets beter. En Bad Boys nu, ja, ik vind dat de beste. Ja, ik ook. Ik deel die mening. Het was echt... Ik vind het heel sterk de continuity dat erin zit. Bijvoorbeeld het vriendje van de dochter. Ja, dat is die van een twee, die op de first date aan de deur belt. En die scène halen ze ook aan nu in Bad Boys for Life. Dat soort dingen vind ik geweldig. Hè? Ja, en het is ook inderdaad... Er komen ook wat oude personages. Captain Howard komt bijvoorbeeld terug, topper. En je ziet ook bepaalde shots echt letterlijk
terugkomen die witte letters van Miami. Ja, en zo een flyover vanuit de ocean, over Ocean ja. Drive. Ja, en dan ook het shot zit ook in een 1 en een 2. Er is een scène waarin ze ja, hun ijs gekikt werd, zullen we maar zeggen. En dan zetten ze zich recht en filmt de camera zo van onderuit, draait er rond. Ja. Dat is exact hetzelfde als in een 2. En in de 1, telkens wanneer die griet werd ontvoerd, denk ik. In een 2, die zuster. En in ja. de eerste, die Thea Leoni. Juist hetzelfde. Dat is wel graag. Ja, het zat ja, chockvol verwijzingen. Ja, echt ja, liefde voor Michael Bay en wat hij gedaan heeft. Ja. Hij zat er ook zelf in. Ja, klopt. Ja. Dat heb ik moeten zien in de credits. En dan had ik pas door dat hij het was. Ik heb hem direct gespot. Ja. Maar hij heeft normaal geen baard, denk ik. Hè? Of wel? Ja, je weet wel zo'n beetje baard. In Bad Boys 2 zit hem ook, heb ik gemerkt. Ah, dat kan ik me niet meer herinneren. Dus op een moment wil ze zo'n auto pakken. En dan pakken ze zo een van de crappy Renault met een racetrape. En dat is hij dan die erin zit. Ah, dat kan ik me al niet meer herinneren. En nu is er iets gelijkaardig. Met Adil en Bilal. Ja. Dat zijn ook cameo's. Hoe zijn die eigenlijk bij die twee terechtgekomen? Die twee bellen. Dat is een goede vraag die we eens aan hun zouden moeten stellen, eigenlijk. Want daar heb ik geen idee van. Dus Adil en Bilal, moesten jullie deze horen? Wat zeker weten hoe het allemaal is gegaan is. Maar ja, natuurlijk, ik denk dat ze vooral opgemerkt zijn met Black. Hè? Ja. Black was echt wel een heel goede film. Dat zou wel de basis gelegd hebben, denk ik. En Patser, die denk ik iets vond ik minder goed dan Black, maar dat toonde wel aan. Hè? Dat had wel die internationale look echt. Ja. En voor een film gelijk Bad Boys, allee, ik heb er eigenlijk geen moment aan getwijfeld dat ze dat goed gingen doen. Mm-hmm. En, ja. Het is een beetje in lijn van Patser, hè? Ja. En ook, hebben ze niet hun vaste cameraman of zoiets meegenomen? Ja. Want je ziet dat echt wel enorm, de invloeden van Robert Heijvaart. Klopt. Dus, ik denk, de regisseurs zullen wel gelanceerd zijn nu in Hollywood, maar die cameraman ook, hè. Ze kunnen altijd een goede cameraman gebruiken met andere films ook, hè. Absoluut. Dus, ja, en de Belgische cameramannen doen het over het algemeen nogal goed. Want je hebt dan Ruben Impes, die had dan ja, Beautiful Boy vorig jaar in de mm-hmm. Mustang gedaan. De dinges, Kerkatsanis. Nicolas Aitonia had hij gedaan, zeker, ja, onder andere. Dat is toch wel sterk. Dan die Benoit de Bie, denk ik. In vorig jaar de Sisters Brothers gedaan, en die werkt ook samen met Gaspar Noé, dus dat zijn toch wel, ja. Ja, dan is onze filmindustrie toch, vruchtvol. Ja, we hebben meer dan Matthias Schoenaerts. Ja, absoluut, maar dat zijn de mannen die in het oog lopen, hè. Ja. En Adil en Bilal ook, door hun verwezenlijkingen en door hun kleurrijke verschijning. Ja. Wat ook hun trademark is, hè. Ja, wel, ze kunnen het ongelooflijk goed uitleggen. En ook in het Engels, ik heb een klein interview ook gezien daarnet. Ik zal een stukje laten horen. We're just two punks from I was Belgian. So we're not the big stars like them, and they made those movies. So it was really a challenge. But at the same time, they chose us for a reason, and we bring something to the table. We're also fans of those movies, so we were the luckiest fanboys ever to be able to work with them and to make that movie. And also you got them three that are so experienced, that are really filmmakers, so we have them with us on the team just made us very comfortable and confident that we could all together make this movie on the same level as the first ones. When Adil and Bilal came in, that was something that Jerry and I talked about really early. It's just how the perspective shift, you know, Belgium by way of Morocco, you know, and they were like 9 or 10 years old, you know, when the first movies came out. So it was such a beautiful breath of fresh air to see the franchise from different eyes. So they were able to handle the paying homage to the originals, but also to come from a completely new, completely unique perspective. In their words, take it to another level. Take it to another level. Yeah. There you go. En dat is echt waar. Dat is echt. Ja, dat is geweldig. Een slimme gasten. Dat is American dat die pelt. Dat is ja. Ja, maar dat is echt. Hey, die zijn er precies opgegroeid. Dat is echt zot. Ja, ik vind het echt. Nu wel even alle lof voor een Adil en een Bilal, maar. Dus wat je er juist zegt, het is qua verhaal van een actiefilm is het wel iets meer dan de standaard actiefilm. Mm-hmm. En het verhaal hebben ze het uiteraard niet geschreven. Dat was Joe Carnahan en nog iemand anders. En dat is natuurlijk wel de basis van een goede film, dat verhaal goed zit. En inderdaad, dat personage van Mike Lowry werd serieus uitgediept, toch wel. En dat maakt voor mij de film ook wel beter. Er zit echt wel... Allee,
een hart in. Ja, hart en ziel. Echt wel. Ja, het gaat verder dan gewoon... Er is iemand gekidnapt en we gaan er nog eens op losknallen. Er zit wel een achterliggend verhaal in, dat maakt inderdaad sterk. Ja, ja en ook, hey, zonder iets weg te geven, maar in het einde, op het einde komt er een soort van plotwending. En daardoor kun je eigenlijk die film bij zijn spreken opnieuw zien. Hè? Het verandert. Ja, nu, dat deel van het plot kon mij niet bekoren. Ik vond dat wel knap. Ik vond dat toch ja, wel... Goh. Had niet gemoeten. Allee. Het is meer een opzet, maar iets nieuw misschien. Ah, wel, en dat vind ik gevaarlijk. Want nu kon dat personage verder uitwerken. En ik denk, als je er nog één gaat bij doen, dat je dan weer puur gewoon knallen wordt voor de fun. Allee, ik weet het niet. En dat is ook best plezant, hè, dat ons eerlijk zijn. Maar ik denk dat dat een moeilijke is. Ik denk dat het ook moeilijk zal zijn als dezelfde regisseur het nog eens zouden terugkomen. Dan zou het misschien een soort van verbinding kunnen zijn. Ja, ik denk dat ze het best niet doen, inderdaad, als ze die kans krijgen. Maar ze gaan geen nee kunnen zeggen naar Will Smith en nou eens gaan vragen, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Maar de film die loopt nu 4 dagen en hij heeft dus al $100 miljoen opgebracht, wat echt... En alleen domestic of internationaal? Nee, gezamenlijk. Okay. Ik denk 60 of 65 domestic. En dan 35 worldwide erbij. Het heeft wel een R-rating, hè? Dat is ook knap. Dus, bij mij zaten er kinderen in de zaal. Wat heel bizar is. Maar ja, tegenwoordig is geen controle, omdat je het aan de kiosk koopt en niet aan de kassa. Ja, en soms denk je dat het kinderen zijn, maar... Ja, nee, dat is echt een 4-jarige of zo. Dat is geen dwerg. Ja, en die R-rating is wel niet gestolen, moet ik zeggen. Want, allee, er zitten wel een paar zware kills in. Ja. Die... Maar wel weinig naakt hebben die toestanden. Het gaat gewoon meer inderdaad over gruwelijke... Ja, maar... Weet je, er zitten genoeg shots in van Miami. Ja. Voor Miami te establishen. Iets te veel timelapses naar mijn goesting zelfs. Die ze heel vaak als intermezzo ook. Zo, je ziet de zon even snel opkomen. En ja, dat is dan misschien een puntje van kritiek. Dat typeert Bad Boys. Dat typeert Bad Boys, maar 1 of 2 keer is genoeg. Allee, vind ik. Ja, ik weet, in die andere 2 films is dat ook. Ja, maar dat mag het niet goed, hè. Allee. Ja, nee, ik weet het. Maar dat is dan de hommage die erin zit. Ja, maar... Maar het was ook de beste R-rated release van Sony, denk ik, hè? Voorlopig. Dat kan, dat weet ik. Op 1, dus dat ze een record hebben verbroken. En het tweede beste openingsweekend ooit van die week in januari. Oké, dat is misschien maar een klein recordje, maar het is wel... Het is inderdaad een mini-recordje, maar het type heeft wel de goesting die het publiek heeft om die te gaan zien. Ja, en de film heeft $90 miljoen gekost. Dus... Hij is nog niet uit zijn kosten eigenlijk, hè, omdat je dan ook marketing erbij krijgt. Maar dat is toch echt wel... Ik blijf dat echt wel gek vinden. Ik vind wel eigenlijk een groot budget voor die film. Want ik vraag mij een beetje, hè, er zit wat CGI in, maar dat was ik niet verkocht. Niet verkocht van. In die zin, dat ik denk op het einde ook, die brand. Zag je er eigenlijk niet zo goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat klopt. En dat heel dat ding met die helikopter. Dat vind ik spijtig. Ja. Als je dan... Zie wat ze hier soms met kleiner budgetten doen. Mm-hmm. Ik zag die 90 miljoen, ik denk, amai. Ja. Ja, dat is het enigste minpuntje voor mij ook. Inderdaad, het is, voor deze film kan dat misschien nog, dat de CGI niet perfect is. Maar ja, dan... Ja, inderdaad, ja, dat nog beter spijtig, spijtig. Mogen kritiek geven, hè? Daarvoor absoluut, zit je hier. Hè. Absoluut. Ja. Terwijl dat er dan bepaalde actiescènes inkomen. Je ziet waarschijnlijk in een trailer al met die motto's. Dat is dan weer wel fantastisch knap gedaan. Ja, dan moeten we ze wel krediet geven. Er zitten eigenlijk 2 grote actiescènes in. De achtervolging met de motto's en de grote shootout op het einde. En dan ook nog even met die wapenhandelaar daar. Ja. En dat is wel echt goed gedaan. Nu, alle respect voor Michael Bay, maar zijn laatste film, Six Underground, zie je gewoon niet wat erin gebeurt. Nee, dat gaat erover. En Bad Boys 2 had dat ook... Ik vond de 1 dat minder, maar de 2 had dat ook al. Het duurde ook veel te lang en dat is hier echt wel veel beter. En dat hebben ze echt wel goed gedaan. Ja, het bouwt echt altijd op naar een grote actiescène, waardoor je er meer van kunt genieten. Hè? Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. En ook gewoon, het is ook, in zekere zin, is het geloofwaardig voor een soort van actiefilm die zich in Miami afspeelt. De personages die erin komen, like Disraelo. Dat zijn zo van die figuren dat je daar wel kunt zien, denk ik, als gangster. Ja, inderdaad. Ja, en wat ik ook eigenlijk goed vond, dat ik niet echt had verwacht... Ze krijgen hulp van Ammo, een nieuw team binnen de Miami PD.
zowel vier jonge mensen, waaronder Vanessa, Vanessa Hutchins. Vanessa Hutchins speelde van high school, ja. En ja, ik vond dat eigenlijk wel een goede toevoeging. Die werkte, behalve die ene. Die irritante. Ja. Ja, maar dat zorgt nog wel voor een goed momentje. Ja, op het einde. Met dat fusje, dat gaat onopgemerkt voorbij, maar dat vind ik heel sterk. Echt waar. Ja, maar daarvoor irriteerde die mij te pletter. Over fusjes gesproken. Op een gegeven moment stond op het balkon van de Mike Leijer. Die gaat niet vliegen. Op het balkon van de Mike. Ja. En dan zeggen ze iets van... One more time, met een visje en dan met die muziek. En dat is kippenvel. Dat is kippenvel, moet het zeggen dat dat is. Dat was, zeker, met een eerder in de film. Martin Lawrence leaves him hanging. Hè? Ja. Ja, echt geweldig. Hè? Alles zat er in die film. De soundtrack, hè? Het is niet iedereen zijn goesting waarschijnlijk, dat genre van muziek, maar ik vond... Ik vond dat goed, omdat geweldig. Die peert op die Miami, die Pitbull-vibe. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. Ah, ja, maar het is vooral ook het originele Bad Boys team dat ze terugbrengen in die achtervolging met de motto's. Ze hebben wel nieuwe muziek, maar dat oude team komt er zo wel door. En dat vind ik wel graaf. Dat is echt dat is goed gedaan. Ja, dan geeft ook direct zo toch die binding met die vorige films. Ook de opening credits. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook hetzelfde als in een 2 of in een 1. Die zware metalen letters precies. Ja, dat is een logo geworden. Ja, dus dat zijn dingen. De fans gaan dat appreciëren. Ik denk dat ze hebben het goed gedaan voor de fans, maar ook voor de nieuwe komers. Allee, mensen die er niet mee vertrouwd zijn, gaan deze ook wel, denk ik, een goede actiefilm vinden. Ik denk dat ook. Ja. Het zou een losstaande film kunnen zijn, hè? Allee. Ja, inderdaad. Maar dan zouden we kunnen denken dat er nog eens een prequel komt of zo. Maar het zou perfect gewoon van nul kunnen beginnen. Hmm. En ja, het was visueel echt verbluffend. Hè. In het begin hadden ze een shot in een bar. Je zag zo een paarse achtergrond. En dan de Will en zijn maat zaten dan van voor. Ja. On een toog, met zo'n geel lamp op hun gezicht. En echt dat contrast, dat was gewoon echt ik krijg dat kippenvel van. Dat was echt verbluffend gewoon, hè. Ja, dat typeert ook South Beach, hè. Dat is Miami Vice-style uiteindelijk, hè. Dat is ook opgenomen, hè. Dus en natuurlijk ook typerend is een humor. En die zat er wel nog in. Niet altijd even geslaagd, maar met momenten toch wel heel goed. Ik denk dan vooral aan... De scène dat Will Smith de Mike zijn visje aantrekt en de andere trekt hij zijn pijnwerken aan met hem in zijn zetel gaat zitten. Zo dat contrast. Ook een shot van Bad Boys 2, dat hem datzelfde visje ongeveer aandoet. Ja. En dan de heksenmopjes op het einde, die waren wel schitterend. Dat was echt goed. Ik vond vooral het laatste half uur vond ik echt wel heel sterk. Ah, wel, dat had hij aan mij zelfs afgemogen. Ik vond de film daarvoor al geslaagd. Want dan begint dat plot, waar we het in het begin over hadden, begint dan wat meer door te spelen en zo. Maar vanaf als je in dat vliegtuig zit, dan was het echt wel strijkhalm in momenten. Dat was voor mij te lang, die vliegtuig zijn. Dat vond ik niet. Ik vond dat grappig, maar ik kan mij voorstellen bij een rewatch dat evident wordt. Dan is ook Martin Lawrence nog op zijn best, want met alle respect voor Martin Lawrence, maar voor hem is het echt wel, denk ik, gedaan. Allee, het is op. Hij beseft het ook wel, denk ik. Ja. Hij is een personage, praat er constant over. Dus... Ja. Heeft hij eigenlijk ook nog onlangs... in films meegedaan? Ik heb die niet meer gezien sinds Blue Streak en consorten. Die is nadien, Big Mama's House, nog wel zo drie films of zo zeker. Ja. En Wild Hogs, ik weet niet wat dat Wild Hogs is, met John Travolta, met die motto's. Ook, maar dat is ook al gemakkelijk, denk ik, 10 jaar geleden. Dat is al lang, En ja, de Will is films blijven uitbrengen, maar die net even een diepje gaat toch, hè? Van bekend een klein 10 jaar. Dat is een wisselend succes gehad, hè? Ja, maar toch... Geen grote kleppers meer, gelijk Independence Day en wat hij is heeft dat te hard geprobeerd, denk ik, om de dat Hitch terug te doen.
Ja, in zijn hoogdagen was dat wel een van de meest succesvolle filmsterren dat er was. Maar inderdaad, ik weet niet... Ja, Gemini Man is er dan uitgekomen, heb ik niet gezien. Maar dat zag er ontzettend slecht uit. Ja, is geflopt. En ik weet eigenlijk inderdaad niet. Is zijn laatste... Battle Earth, of wat is het? After Earth. After Earth. Ook gigantisch geflopt. Ook geflopt. Mm. I Am Legend, dat men nog iets... Jawel, dat was... Maar dat is al lang geleden, hè. Dat is van 2007 of zo. Jawel, dat is praktisch 10 jaar geleden. Hitch, dat is al... Hitch is 2005. Dus... Dat is allemaal echt al... Jawel, toen was inderdaad... Dat was een hoogtepunt, hè. Dat was al tanende, vond ik. Like Hancock en dergelijke. Dat had allemaal nog wel veel geld opgebracht. Ja, omdat dat Will Smith was. Maar... Ja, misschien was die film wel minder, maar oké. Okay. Ik vond Hancock nou niet per se slecht. Hè. In de Hitch en... Maar ja, begin jaren 2000, denk ik. Ik weet niet, The Pursuit of Happiness. Heeft hem ook een Oscar-nominatie gehad, zeker. Voor Ali ook, dat is van 2001 al. Ah, wel. Maar inderdaad, ja, Will Smith zijn beste jaren liggen volgens mij al wel een tijdje achter hem. Maar het is een beetje like Tom Cruise... Dat blijft in Mission Impossible, dat pakt ook nog, hè. Klopt, hè. En dat is een beetje met Mike Larry is hetzelfde, hè. Trouwens, nu dat je over Mission Impossible begint, het is een beetje gelijkaardig, hè. Want de eerste Mission Impossible films stond hem er eigenlijk ook alleen voor. En in een latere fase krijgt hem zo een beetje een teamje erin. En dat vond ik in deze film ook, hè. Ja klopt, hè. De MO-team met zijn joint, ja. Ja, voilà. Dus misschien bouwen ze nog iets op, hè. Maar... Ja, ook al was hem goed, voor mij mag het wel stoppen nu. Op het hoogtepunt. Ja, het is een goede actiefilm, maar het is ook niet eens het genre heruit hebben gevonden. Hè. Dat was ook niet de bedoeling. Hè. Nee, dat is zeker niet. Je leest overal, het is ook van de schrijver van Lethal Weapon, dacht ik. Of zijn ik verkeerd? Dat weet ik niet. Dat die invloeden er wel ook heel hard in merkbaar zijn. En ook, ja, met die... Maar dat is waarschijnlijk in al die Bad Boys films, met die blitse auto's. Ja, dat is wel de stempel van Michael Fast Bay. Fast Furious. Die drukt zijn stempel ook nog. Dat zie je wel inderdaad. Soms zie je er iets te videoclipachtig uit. Ik denk dat bijvoorbeeld dat de villain ontsnapt zit in de gevangenis. Er gebeurt iets in een ambulance, er is een auto buiten te wachten met die lichten aan. Dat ziet er zo heel... Ja, maar dat spreekt patserachtig uit, hè. Heel veel mensen aan, natuurlijk. Ja, daarmee is voor iedereen wat in. Ja, het is aangenaam verrast. Ik had echt niet verwacht dat hem zo hoog ging zijn. Nee, en dat is grotendeels ook te denken aan Will Smith natuurlijk. We hebben juist gezegd, in minder de periode, maar in deze film leeft hem wel volledig op. Ja, inderdaad. Is dat de binding die wij hebben met dat personage? Ik weet het niet. Maar voor mij, hij deed dat echt super. Dat is natuurlijk ook... Allee, de Fresh Prince buiten beschouwing gelaten. Ik denk zijn eerste grote rol misschien. Hè. Bad Boys is al van 95. Ik weet niet wanneer de Fresh Prince liep. Dat zal begin jaren 90 zijn. Vlak. Jaren 80 tot 6 jaar. Een al 5-6 seizoenen inderdaad. Ik denk dat die rol misschien hem wel heeft gelanceerd als filmacteur. En ja. Hij speelt dat graag. Hè. Dat zie je. Dus. Ja, absoluut. Absoluut. Het is daar. En hij is er ook, ik ken meer dan 10 jaar mee bezig geweest met die film. Hè. Ja. Want wanneer wouden ze voor het eerst terug mee beginnen? Die is al lang sprake van. Ja, ermee, maar dan regisseurs die afhaakten en wat is het allemaal? Ja, dus 1 en 2 zat ook 7 of 8 jaar. Hè? Ja. 2002, 2003, 1929. 2003, denk ik, ja. Dat was hè. Zijn die eigenlijk allemaal R-rated? Dat weet ik niet. Ik denk de 2 sowieso, want dat is ook iets met lijken waardoor je niet wordt vervoerd. Ja, en daar vallen zo koppen af en zo. Ja, maar dat is echt gek soms. Voor de kleinste details kunnen een R-rating krijgen. Hè. Meestal knippen ze die stukken er dan uit om die rating niet te krijgen. Tenzij ze er echt voor kiezen, gelijk nu. Hè. Maar ik vind dat wel gek. Als er nog maar een paar keer te veel fuck wordt geroepen, of er komt een blote borst in, zit al met een R-rated film dikwijls. Hè. Dat is echt wel gek. Maar dat is bijvoorbeeld in 2 ook wel. Je hebt dan die zus van Martin Lawrence, dat hij dus speelt. Die komt daar ook zo in als typisch begin 2000 sexy vrouwtje in een film. En ja, dat is dan R-rated, hè. Dat is echt zat, hè. Ja, die 2... Die kun je moeilijk serieus nemen, die film, ook vind ik. Ja, dat vind ik sterk. Ja, ik vind gewoon een leuke rit. Ik vind wel, het duurt 20 minuten te lang. Dus wat ik hier... Duurt die 2,5 uur of zo? 2:20, ja. Amai. En ik heb dat met deze ook ongeveer. Zo het laatste grote ding dat gebeurt, dat zou voor mij eigenlijk weg mogen laten voor de Oeket en 2. Ja, ik moet dringend die 2 voorgaande films nog eens opnieuw zien. Ik heb er echt wel goesting. De eerste staat op Netflix. Oké. Dan ga ik dat van de week zeker eens doen. Ja, het is echt chic wat die 2... Belgen hebben gepresteerd en ik vind die hebben eigenlijk Erik van Looy gewoon
voorbijgestoken, hè? Ja, iedereen, hè? Zelfs in hun eigen leerkracht, Roskam. Het is ook wel, moeten we eerlijk zijn, denk ik, de eerste keer dat België die kans krijgt, hè? Want Erik van Looy en Michael Roskam, dat wisten sowieso dat het geen commerciële toppers gingen worden. Klopt. Deze is echt een blockbuster, hè? Ja, uh-huh. Dat is terwijl, want Michael Roskam, The Drop, dat is wel een fantastische film. Hè? Misschien een blockbuster. Een goede film. Ja. Dat is overal goede reviews, maar inderdaad, dat brengt over geld het hoofd op. Gezien, hè? Ja. Maar ja, ik denk dat het de eerste keer is dat een Belg zo'n kans krijgt. En ze hebben die wel, ze hebben die gegrepen. Hè. Het gaat niet stoppen voor hen, denk ik. Nee. Alleen denk ik dat ze inderdaad moeten uitkijken met wat ze aannemen als volgende project. Want ik denk, de volgende Bad Boys is volgens mij gevaarlijk. Die Beverly Hills Cop 4, waar ze langs sprake van is. Ja, maar dat, is dan weer, dat gaat dan waarschijnlijk een Netflix-film worden. En dat is een heel ander circuit. Hè. Als je daar een flop maakt... Niemand weet al ten eerste dat een flop is. Ja, dat is waar. Dus is ik waar. Denk dat ze daar weinig verkeerd mee kunnen doen met die Beverly Hills 4. Maar inderdaad, een nieuwe Bad Boys. Ja. En hebben ze eigenlijk Patser zelf geschreven? Vraag ik me eigenlijk. Ah, wel, ik wou dat eigenlijk ook vragen. In Black. Dat denk ik. Want Black is gebaseerd op een boek. Ja, zij hebben dat zelf inderdaad bewerkt tot de film. Image was ook helemaal een eigen product, denk ik. Hè? Maar dat is volgens mij ook gebaseerd op een boek of zoiets. Ze hebben in de eerste twee films hebben ze zelf eigenlijk bewerkt tot een film. Want zouden ze nu al genoeg krediet opgebouwd hebben om als volgende project iets zelf geschreven... uit te brengen. Ik denk dat dat zo niet met Cher in Hollywood, denk ik niet zo. Ik weet dat ook niet. Het is natuurlijk... Ze kennen Will Smith. Ik denk dat dat een hele goede mens is om te kennen in Hollywood. Ja, vooral ze kennen Michael Bay. Dat zijn echt wel namen, maar ik denk dat je dan wel een beetje in datzelfde circuit gaat blijven. Hmm. Of als ze direct de kans kon krijgen om zelf iets, als ze dat willen trouwens, schrijven en uitbrengen, ik weet het niet. Want ik zou het wel willen zien proberen. Ja, wel, het is dat. En dat dan de Will Smith erin meedoet. Gewoon als producer kan dat ook al helpen. Ja. Maar ja, ik denk ook een Black, wat ik hun beste film nog altijd vind, dat gaat in Amerika niet van de grond komen. Ja, daar kun je nooit een blockbuster van maken, hè. Het hoeft ook geen blockbuster te zijn, natuurlijk. Nee, maar een succes bijvoorbeeld, hè. Maar het is ook wel duidelijk dat dit is ook wel hun ding, hè. Ja. En je ziet het aan Patser. Ik kan ook geen sequel van Patser trouwens, waar ze eerst gingen doen, denk ik. Kan, maar ik vond Patser echt niet goed. Tenzij dat de lokroep van Hollywood nu te groot is geworden. Ja, we hebben het al gehad in onze podcast. Ja. Hè? En ik ben meer fan van Black en Image dan van Patser. Dus. Ja, ik ook wel. Totaal ander genre. Hè? Zouden ze eigenlijk, stel als ze Patser ooit een Amerikaanse remake geven, zou dat niet kunnen? Nee, dan moeten we al met Hillbillies gaan doen of zo. Ja. Ik vind Amerikaanse remakes zijn zelden een goed idee. Dus zeker niet doen. Okay. Aan zich, Loft was nog een goed idee om te transfereren naar de Amerikaanse markt. Maar volledig mislukt, hè? Dat is volledig mislukt, maar dat is wel een verhaal dat zich overal zou kunnen afspelen. Patser is al wat moeilijker. Ik weet niet, een of andere ghetto in L.A.? Ja, ik weet dat niet. Kunt dat misschien, naar Groot-Brittannië kunnen dat misschien transfereren? Zo, die Margie Bates van Geordie Shore en zo. Allee, jongen. Dat gaan allemaal onze Britse luisteraars. Ja, dank je. Ja, het is toch Brexit. En Brexit. Zullen we eens naar de punten vragen? Moeilijk verhaal. Ik heb hem gisteren gezien, zeker. Gisteren. Ik geef hem net geen 8. Omdat ik vond hem heel goed. Maar ik denk, mijn rewatch gaat hem toch eerder naar de 7,5 landen. Maar ik geef hem voorlopig Letterboxd. Heb ik hem 4/5 gegeven. Ja. Ja, ik geef hem een 8. Ik zou hem meer willen geven, maar ik gewoon eerlijk zijn. Een 8. Film is echt waard. Ook al zou hem niet gemaakt zijn door de Bilal en zijn mat, zou ik hem nog een 8 geven, denk ik. Ja, ik heb er echt van genoten. Ja. Ik kan hem zeker terugzien. Ik kon voor een 7. Ik vond het een goede actiefilm, maar het is ook maar dat. Dus... Maar zeker goed, hè. Maar inderdaad... Ik snap je terughoudendheid, hè. Het is een genre waarin dat je zelden 9's of 10's gaat dat is, die zijn verbehouden voor Die Hard, hè. Allee, dat is waar. En als ik dan The Rock in Face Off, die zit ik toch altijd een trapje of een paar trapjes hoger. Ook omdat je daar meer affiniteit mee hebt doorheen de tijd. Misschien dat de Davidjes van nu... Ja, 16-jarige Davidjes, deze wel hoger gaan raten. En in de Bad Boys reeks, Bad Boys 2 vond ik eigenlijk niet zo super.
En één vind ik wel heel goed, maar het is lang geleden dat ik hem gezien heb. Ik zou niet kunnen zeggen welke ik eigenlijk de beste vind. Maar qua uitwerking van personages en character development is dit wel veruit de beste. Ja, dat lees ook overal. Hè. Journalisten, Rotten Tomatoes, die ook allemaal zeggen van... Ja, goede scores trouwens. Hè. Heel goede scores. Hè. Zot is, hè. Op Rotten Tomatoes krijgt hij 75% zoiets, ja. Van de journalisten. En dan nog eens 94 of 95% van de gewone audience. Ja. Dus dat is ongelooflijk goed. En ook op Rotten Tomatoes zit het met systeem. Het is goed of slecht. Dus zelfs dat iemand van journalisten mij eigenlijk gewoon niet super vindt... Maar net niet goed genoeg. Dan is hem al rotten. Dus eigenlijk is dat een keigoed score. Hè? Op IMDb ook tegen de 80 geweest, 77%. Dus dat is echt geweldig. Hè? Letterboxd ook 3,3 volgens mij, op 5. Ja. Dus dat is echt wel het bewijs dat het een goede film is. Ja. Hè? Ze krijgen ook geen scores. Hè? Dus, ja. Nee, ze gaan zeker nog kansen krijgen. Het is, Absoluut, absoluut. Ja. Ja, en ik hoop dat ze nog heel veel mooie dingen mogen doen. Absoluut. Ze doen dat heel goed. Ja. Dus zeker gaan zien, hè? Volle zaal trouwens. Wanneer ben ik gaan zien? Ja, dat was zaterdagavond, uiteraard volle zaal. Maar bij mij zondag om 5:00, ook een volle zaal. Ja, en bij mij zondag om 2:15. Mm. 'S middags, vol een bak, hè? Ja. Echt? Mm. Echt ongelooflijk, dus, ja, hè? Het trekt ook een publiek. Ja, er is gewoon een vraag naar. Ja. Het zijn ook sympathieke gasten, hè? Ja, dat helpt. Hè? Maar ja, Jan Verheyen is ook een sympathico, hè? Ja. Die kampioen zit vol, maar de anderen niet, hè? De collega's. Dus ja. Ja, bagger natuurlijk. Die is echt nog wel een ander niveau, hè, als de kampioen. Ja, ik weet het, maar alleen sympathiek als regisseur. Nee, dat is niet genoeg. Dat is ook credit, hè? Dat zie je bij Erik van Looyen. Ja, tuurlijk. Zeker gewoon kijken, hè. Laat weten wat je ervan vond. Alright, en tot binnenkort. Yes, salutjes. Get me the fuck out of this car. Mike, we got more time behind us than in front. Man, please. Because I'm going to be running down criminals till I'm 100. Who the fuck wants to sing that song?